1, 2, 3, 4, 5. Vijf keer opdrukken. Nou, dat is voor mij wel een beetje de max ondertussen. Want sporten is niet echt mijn ding. Ik vind het heel moeilijk om dat vol te houden. Om elke week wat aan sport te doen. Ja, nu gaat het natuurlijk niet omdat de sportscholen dicht zijn, maar het is niet mijn sterkste. In 5 keer opdrukken, nou, dan heb je het bijna wel gehad. Volhouden, daar gaat het over. Nou, en daar weet je denk ik ondertussen alles wel van af. Over volhouden. Want bij welke persconferentie over het coronavirus gaat het daar wel over? Dat je nog even vol moet houden. Nog even volhouden en dan is er een vaccin. Nog even volhouden en dan gaat de avondklok weer voorbij. Even volhouden. Steeds weer volhouden naar die stip op de horizon. Met geloof heeft dat ook alles te maken als het gaat over volhouden. Want misschien denk je wel eens, want dat geloven zo moeilijk. Zo ingewikkeld. Waarom zou ik het doen? Kan ik er niet beter mee stoppen? Het is zo moeilijk om vol te houden. Nou, als je je dat wel eens afvraagt, bevind je je in goed gezelschap. Want datzelfde geldt voor mij. Ook ik vind het zeker in coronatijd moeilijk om vol te houden. Zeker nu ik niet elke zondag naar de kerk ga, vol te houden. In de Bijbel lezen we daar ook ontzettend veel over. Neem nou vader Abraham. Abraham, de stamvader van het volk Israël. God beloofde hem een zoon, Isaac. En het duurde maar en het duurde maar voordat Isaac werd geboren. En Abraham nam het hef in eigen handen. En kreeg zo eerst Ismaël. Volhouden in het geloof met God, hij vond het blijkbaar moeilijk. Of neem David, de grote koning David. Nou, en die heeft me toch een schuine schaats geschaatst. Hij ging met zijn buurvrouw er vandoor. Verwekte daar een kind en vermoordde zijn buurvrouw. Nou. Volhouden met het geloof. Hij lette echt niet altijd even op. Of neem Petrus. Toen het erop aankwam, toen Jezus hem zo nodig had, verloochende hij hem. En zei hij dat hij Jezus niet kende. Volhouden? Hij vond het blijkbaar moeilijk. Maar Jezus zelf dan? In de hof van Gethsemane, vlak voordat hij gekruisigd werd, zei hij tegen God, zijn vader: laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Ik kan het niet volhouden. Maar toch, en dat is het grote verschil. Jezus hield, Goddank, wel vol. Hij ging de weg. Hij ging naar het kruis toe. Hij stierf voor ons niet volhouden. Voor onze tekortkomingen. Voor onze verkeerde dingen. Voor onze zonden. Hij stierf eraan. Zodat hij het wel volhield. En wij met hem mogen volhouden. Want Jezus zegt daar in Lucas 22 iets heel moois over. Er staat in de Bijbel in Lucas 22. Vers 32, daar staat: ik heb voor jou gebeden dat jouw geloof niet op zou houden. Jezus bidt voor ons dat wij vol blijven houden. En zo mogen we ook in deze coronatijd, wanneer we niet naar de kerk, catechisatie of wat dan ook kunnen gaan, volhouden. Omdat Jezus het heeft volgehouden, mogen wij het ook volhouden. En daarom, nou, doe je best. En ik heb nog een mooie uitdaging voor je. Probeer het eens maar vol te houden. Om eens 5 dagen bijvoorbeeld niet te snoepen. Niet chips te eten, geen koeken. Of 3 dagen je telefoon niet te gebruiken. Hou het maar eens vol. Doe je best, ik wil je ervoor uitdagen. Het allerbeste en hopelijk tot snel.